Jullie krijgen het zwaar, zwaar. Ga naar huis, nu toch koud. Laat het gat met rust. Gat met stop rust. Met zoeken. Stop met start het noodlot niet met noodlot. Of anders. Anders. Wat de klerenherrie. Hou niet van die jonge gein 's ochtends. Hey Van Veen, waar kom jij vandaan? Van Veen, we zijn grappig samen. Wat een leven. Ik zou de volgende keer wat vroeger komen als ik jou was. Lekker toch? Wow! Mooi, dankjewel. Bedankt dat ik zie ze. Ja, hoi. Doeg! Wat een klerenzoon. Ja, dat is echt goed. Ja, dan word ik nog anders gemaakt dan. Zeker iets wat kleine roosjes en wat knort. Nou, je zou je broer bedoelen. Hier, iemand nog trek in een broodje big. We leggen tafelbladen op die tonnen. En als jullie het dan zo aanpakken, gaat hij precies op schema te water. Mooi, die landverkenners werken me op mijn zenuwen. Volgens mij hebben zij Bimbo gepakt. Gewoon te zieken. Ah, kom op, Sjoerd. Oké, jongens, aanpakken. Hoe eerder we weg zijn, hoe beter. Ben jij Sjoerd? Ja. Ik heb je biertje gezien. Waar dan? Bij de keuken tint ik bijna mijn nek erover. Meestal komt hij wel terug. Hij ging als een gek vandoor. Hij was zo weer verdwenen. Wat is dit eigenlijk? Ja, waar naartoe dan? Weet ik niet. Ja, bedankt.
Volgens mij is het dus een flauwe grap van een van de waterscouts. Ja. Ja. En daarbij denk ik bijvoorbeeld aan Sjoerd van Veen. Oh ja. Heb je daar ook harde bewijzen voor? Die stem was duidelijk niet die van Sjoerd. Ja, dan is voor mij wat zijn vader. Kom nou, alsof die jongens van jou zulke lievertjes zijn. Ja. Ja. Ja, kom maar. Weg geweest. Hallo hé. Hier, moet je horen. Dit maakt dan ook duidelijk. Dit is mijn gebied. In de schemering der tijden leefde hier mijn volk. Wie niet weggaat, zal geen rust kennen. Zal worden bevangen door een ziekte. De ergste ziekte die de mensheid kent. Goudkoorts. Zolang de schat geen rust kent, is er geen rust. De schat ligt diep, diep in het donker. Getekend Julius. Maakt een hoop duidelijk. Bimbo! 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 Hey, Sjoerd, hier zo! Was er toch iemand zo vriendelijk om ons te wekken? En wij dachten natuurlijk eerst allemaal aan de grap, totdat de postbode kwam. Moet je horen. Dit is mijn gebied. In de schemering der tijden leefde hier mijn volk. Wie niet weggaat, zal geen rust kennen. Zal worden bevangen door een ziekte. De ergste ziekte die de mensheid kent. Goudkoorts. Zolang de schat geen rust kent, is er geen rust. De schat ligt diep, diep in het donker. Julius. Oh. Ja, ja. De schat ligt begraven, maar is niet begraven. Getekend Julius. Nou, het moet een geintje blijven. Wie is Julius? Ik niet. Oké, hou jullie oren open, goed open. En waarschuw me als jullie wat ontdekken. Ja? Oké. En dat beest had verstopt in de caravan, zonder dat iemand bij was. Misschien was hij wel gevaar gezet. De mensen die op vakantie gaan of zo? Nou, ik dacht het niet. Ga maar eens mee, dan kun je het zelf zien. Of tref je soms niet. Joh, ik moet de eerste hond nog tegenkomen die niet voor mij bang is. Maar het was een wolf. Heb je wel eens een wolf gezien? Ja, ja. Waar gaan we zitten? Hij stond hier toch echt, niet waar, Sjoerd? Zeker weten. Want hij heeft geen luchtje. Nou ja, opgeruimd is het netjes. Hé. Hey. Hé, hey, Merum. Dit is een kaas van hier. Merum? Jeetje. Hé, hey, Pulum Negrum. Ja, dat zei ik toch. Pulum Negrum, dat is Romeins voor zwarte kip. En daar staat Merum, dat ligt hier vlakbij. Het lijkt wel of Fort hier op de kant heeft gestaan. Pak die kaart eens. Precies zo. Ja, dat is het. Pas precies. Maar die met die hond. Nee, het klopt. Klopt toch? Volgens mij is het daar bij die boei. Ja, ja, dat zou best kunnen, ja. Af, Brutus!
Hey jongens, hou zo. Verrek. Die cijfers zijn hetzelfde op de kaart. Nou, dat is ook toevallig. En ligt de boei hier al meer dan 2000 jaar. Hey jongens, post. Wie een grote vis wil vangen, moet op zijn dobbel letten. En op tijd de vis binnenhalen. Julius. PS, de vis wordt duur betaald. Volgens mij worden we in de maling genomen. Ze wilden er eerst niks over zeggen. Ze zijn bang dat het hele terrein wordt omgeploegd. Maar toen ik vertelde over de schat en de kaart, kwamen de tongen pas goed los. Ik moest zelfs bij de burgemeester komen. Aardige man. Er doen over dit terrein vreemde verhalen de ronde. Zo zou Pulum Negrum werkelijk bestaan hebben. Het was een Romeinse vesting. De boeren moesten hier hun belastingen betalen. Tijdens een zware storm is het fort overstroomd en onder water verdwenen. De bewoners zijn in hun slaap verrast. Ze zijn als ratten verdronken. Nou is het aardige dat er een mythe is over een oude Romein met een wolf die nog steeds de ingang van het fort bewaakt. Maar niemand gelooft natuurlijk in dat soort sprookjes. Kom op, Huub, dit is niet meer leuk. Zo, zit mijn dag tegen je bootje. Zal ik een paalstek voordoen? Moet ik jou eens even lekker in de knoop leggen? Ja, dat zal nog vast wel aan het vijf worden. Nou, zo moet jij ook mee praten. Als u nu even meelopen naar het kampterrein, daar zit Gertje. Die heeft die man vluchtig gezien. Dus... Gertje? Gertje? Kom eens. Deze meneer wil je even wat foto's laten zien, om te kijken of er iemand tussen zit die je kent. Kijk eens, Gert. Nee. Ken je die? Nee. Nee? En deze hier? Ook niet. Hij zag er heel anders uit. Oké, zit vast. Zak hem maar. Hey jongens, het is belangrijk dat we de boer zo recht mogelijk omhoog takelen. Dan blijft hij vastzitten in de modder. Houdt het touw wel? Je hebt vanochtend toch gezien wat een klein touwtje kan doen? Ik kan doodvallen voor Veen en je stomme biggetje ook. Nou, toch ben je wel lief. Heb ik iets verkeerd gezegd? Ja, leg maar daar tegenaan. Hé hey jongens, deze moet ook omhoog hoor. Hé, hey, erboven, niet lullen, werken! Hebben jullie aan? Hey, pak even aan, hé. Maar. Yo! Yo!
Jongen! Speelde er waanzinnige Nero op zijn hand. Ja, ja, zoals de wiet is. Ik koop een mooie sportwagen voor je. Ik koop een ontzettend mooie villa voor je. Weet je wat? Ik koop een heel eiland voor je. Een kastenbokje leren. Ja, eigenlijk een prachtig, ja. Gaan we samen?